الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، excuses for te laat ben. Inshallah hebben jullie goed gebruik gemaakt van jullie tijd. Laat Karel met zelf iets anders. We gaan verder waar we zijn geëindigd. We hebben de laatste les hebben we arkane salah behandeld. De pilaren van het gebed. Of de fundamenten van het gebed. En we hebben toegezegd dat het fundament van het gebed, dat die niet kan komen te vervallen in welke situatie dan ook. Die moet aanwezig zijn. En die kan niet gecorrigeerd worden door de sujud sahw. En de fundamenten van het gebed die we toen hebben opgenoemd waren onder andere het staan in het gebed, al-qiyam ma'al-qudra. Wanneer iemand in staat is om te staan, is hij verplicht om te staan. En ook takbirat al-ihram, openingstakbir. En het reciteren van al-fatiha. En al-ruku' en het terugkomen van al-ruku' al-raf'a min al-ruku' en het sujud en het terugkomen van het sujud en het rust nemen in al deze fundamenten en pilaren en ook het teslim, de salam op het einde van het gebed en ook de laatste tashahud van het gebed. Deze zaken hebben we opgenoemd. En dit waren de fundamenten van Salah. En ook het tartib binnen Arkaan. De volgorde tussen deze, yani Arkaan. En de Salah over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de laatste tashahud. In de laatste tashahud. Dat waren de Arkaan. En we hebben toen gezegd dat de Arkaan, dat die verplicht aanwezig moeten zijn. En dat die niet gecorrigeerd kunnen worden door sujud sahw. Daarna heeft de schrijver, hafidahullahu ta'ala, deze hoofdstuk opgevolgd, of dit onderwerp, opgevolgd met al-wajibat, wajibatu salah, wajibat al-salah, de verplichtingen in het gebed. En wajibat, meervoud van wajib, en wajib is een verplichting zoals ik net zei, en dat is eigenlijk handelingen of uitspraken die in de salah plaatsvinden, die wanneer iemand deze handeling of deze uitspraak vergeet, dat deze gecorrigeerd mag worden. Gecorrigeerd kan worden door middel van sujud sahw. De sujud die we nog inshallah ta'ala gaan behandelen. Maar iemand die al wajib met of uit vergeetachtigheid vergeet of laat, deze kan gecorrigeerd worden met sujud sahw. Maar iemand die een verplichting, een wajib, met opzet laat, zo iemand of zo'n gebed wordt ook ongeldig. Want iemand die wajib met opzet laat, is iemand die niet serieus is in het gebed en die waarvan het gebed ongeldig wordt. Wajib, als iemand wajib verlaat in salah. De schrijver, hafidhahullahu ta'ala, hij zei, al-awwal, yani awwal wajib, de eerste wajib. De eerste wajib, hij zei, jami' al-takbirat. Jami' al-takbirat allati fi salah. Alhamdulillah, rabbi alhamdulillah. Likum Allah, salam alaikum. Hij zei, jami' al-takbirat allati fi salah, ghayr takbirat al-ihram. Yani, hadhi takbirat zijn allemaal wajib. Jami' al-takbirat al-intiqal min qabili al-wajib, la min qabili al-rukn. Hij zei, als eerste, de eerste wajib in het gebed, zijn alle takbir in het gebed behalve de openingstakbir. Want de openingstakbir, we hebben al gezegd dat dat een pilaar is, een fundament is, een rokken is. Maar de rest van de takbirat in het gebed zijn wajib. En het takbir is het zeggen van Allahu Akbar. Dus bij een rokoor, bij een sujud, bij de tweede sujud, het opstaan van een sujud, het opstaan van een rak'a naar de tweede rak'a. Yani, alle takbirat in de salah zijn wajib, behalve takbirat al-ihram. Behalve takbirat al-ihram. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei de takbir, bij elke beweging zei hij takbir.
زوسين حديثات كان يكبر عند كل رفع وخفض بألك رفع وسايز أبكوان وفسانا بنيدخين دي هاي التكبير جزء باي الركوع وباي السجود هتأبكم وفن السجود هترخان على السجود يعني ألك بفيخين دي هاي ماكتة دي هاي التكبير نقصة الحديث كان يكبر حين يركع وحين يرفع وحين يسجد زوصة البخاري دي هاي التكبير دي هاي الركوع دي هاي السجود دي هاي ترخوام فن السجود يعني التكبير اس ركن اس واجب على التكبيرة زين واجب بهالف تكبيرة الإحرام دي اس ركن تفيد واجب تسخيفة أبخنوم تهزاي والثاني التسميع تفيد واجب إن تخبت اس التسميع أن التسميع تسخيفة زاي أي قول سمع الله لمن حمده وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يقوله تفيد واجب دي تسخريف ريف أبخنوم تهزاي التسميع أن التسميع يساد زخفان سمع الله لمن حمده ونير يترخكمت فان الركوع ونير من ترخكمت فان الركوع أن سمع الله لمن حمده سمع بتيكتير آخلك يعني استجابة يعني الله سبحانه وتعالى يعني فرهورت دخينة ديهم برايست سمع الله لمن حمده إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه استعت ضد البروفيت صلى الله عليه وسلم زي أصحي ترخكم زي سمع الله لمن حمده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يعني من الركوع متفق عليه ديز حديث البخاري ومسلم صلى البروفيت صلى الله عليه وسلم زي وضد البروفيت صلى الله عليه وسلم أصحي ترخكم في الركوع زهاي سمع الله لمن حمده عند البروفيت يتخزيخ تصلوا كما رأيتموني أصلي بيت زوال شو لما يهبزين بدا أنوك استعط إن بخاري ضد البروفيت صلى الله عليه وسلم زاي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني شاهد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بس الإمام ورد سمع الله لمن حمده تزخم عندما تخلائفر زي هذا سمع الله لمن حمده واجب فرد إمام في حق الإمام والمنفرد دي إمام زخت سمع الله لمن حمده أنوك إمان دي ألين بيت المنفرد إمان دي إنز أينج بيت دي زخت أوك سمع الله لمن حمده عزاي فأما المأموم فلا يقوله عزاي دي خينة دي أخت دي إمام بيت المأموم دي زختي سمع الله لمن حمده وزختي فال هاي زخت ربنا ولك الحمد أس هاي يعني ستانت إس عند البروفيت صلى الله عليه وسلم زخت حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفربنا لك الحمد البروفيت زخت حديث أصدي إمام سمع الله لمن حمده زخت ربنا ولك الحمد دس إن ديز حديث أو ديز حديث هب سومخ خلير ده uitgehaald dat de ma'moom degene die achter de imam bidt die de imam volgt dat hij geen sami'a Allahu liman hamida zegt maar dat hij rabbana wa lakal hamd zegt alleen dat want de profeet zei van als hij dit zegt dan jullie of laat jullie dan dit zeggen en hij zei faqulu en fa hier zo houdt ook in dat je dat direct zegt wanneer hij zegt sami'a Allahu liman hamida zeg je rabbana ولك الحمد ان سمخ خلير دي سابق زخت دات اوك دي مأموم سمع الله لمن حمده زخت ان اوك دي خينة دي اخت دي امام بيت دات هاي اوك سمع الله لمن حمده زخت زو اص دي امام ان هم بفايس فورين اس دي الخمين حديث صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي ان بيت جاشو لي ما هابزين بيدا ان سابق زخت ان دي بروفيت صلى الله عليه وسلم دي زاي سمع الله لمن حمده ان فاي بيت زوص هاي يف خبيده dus wij zeggen dat ook maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in deze hadith heeft deze algemene regel gespecificeerd hij zei idha qala al imam sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd zoals bij al adhan hij zegt bij al adhan idha qala al mu'adhdhin hayya 'ala al salah faqulu la hawla wa la quwwata illa billah طيب dus ook bij adhan zeg je niet hayya 'ala al salah maar zeg je alleen
لا حول ولا قوة إلا بالله. En zoals ik zei, sommigen hebben toch gezegd van dat je ook Sami'a Allahu liman hamida zegt voor de munfarid. Onder andere Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, van de geleerden van deze tijd. Derde wajib in het gebed, hij zei het thalif, al-tahmid. Al-tahmid. En al-tahmid, hij zei ay, qawlu, rabbana walaka al-hamd. للإمام والمأموم والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه. Derde fundament is het zeggen van ربنا ولك الحمد. Dit geldt zowel voor de imam als degene die alleen bidt als degene die achter de imam bidt, dus de imam volgt. Want de profeet صلى الله عليه وسلم zei: als de imam zegt Sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana wa lakal hamd. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd sallu kama ra'aytumuni usalli. Dus het zeggen van Rabbana wa lakal hamd is zowel voor de imam als degene die achter de imam bidt, als degene die alleen bidt. En het zeggen van Rabbana wa lakal hamd, de plaats voor deze dhikr is wanneer iemand staat. Wanneer iemand terugkomt van record en hij staat weer recht, dan pas zegt hij Rabbana wa lakal hamd. Dan heeft hij zijn handen op, zegt hij Rabbana wa lakal hamd. Dus niet yani, tijdens het opheffen, want tijdens het opheffen hoorde de imam te zeggen Sami'a Allahu liman hamida. En degene die alleen bidt zegt ook Sami'a Allahu liman hamida. Wanneer hij recht op staat, zegt hij pas Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Dit is de derde wajib. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei ook in hadith: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. En hij zei toen ook: فإن الملائكة تقول فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Degene die dus Rabbana wa lakal hamd zegt, hij zei als zijn dhikr, zijn uitspraak, de uitspraak van de malaika treft, zullen zijn zondes worden vergeven. Zijn zondes die hij daarvoor heeft gedaan, worden vergeven. Yani, de kleine zondes. En deze hadith staat in Bukhari en in Muslim. Rabi', vierde dhikr, of vierde wajib is het zeggen van Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim fi al-ruku'. Qal qawlu Subhana Rabbi al-Azim fi al-ruku'i marratan wahida. Wa yasunnu ziyada ila thalath wa hiya adna al-kamal wa ila ashar wa hiya a'laah. Het vierde dhikr is het zeggen van Subhana Rabbi al-Azim tijdens al-ruku'. Tijdens al-ruku'. Het zeggen van Subhana Rabbi al-Azim tijdens al-ruku'. Minimaal één keer. Minimaal één keer. Want het is verplicht om rust te hebben in die record, de itminaan. En dat kan gebeuren door minimaal één keer Subhana Rabbi al-Azim te zeggen. Terwijl je in de houding van een record bent. En het bewijs hiervoor is hadith Hudayfa radiyallahu anhu. Zoals staat in Sahih Muslim. Dat hij met de profeet sallallahu alayhi wa sallam in gebed was. In de nacht, yani nachtgebed, Qiyam al-Layl. En hij hoorde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen Subhana Rabbi al-Azim. Hij hoorde hem zeggen in ruku' Subhana Rabbi al-Azim. En hij hoorde hem zeggen in sujud Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. En hij zei Adna al-Kamal, yani Adna al-Kamal. Wat iemand aanbevolen is om te doen is drie keer zeggen. Yani als je tijd hebt, zeg je minimaal drie keer. Minimaal, ja, niet eigenlijk drie keer. Minimaal één keer, zodat je de plicht hebt gedaan. Maar om de mustahab te doen, moet je minimaal drie keer zeggen. Minimaal zeg je drie keer Subhana Rabbi al-Azim. Want dit is ook overgeleverd, ook in hadith Hudayfa ibn al-Yaman. Dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam hoorde zeggen in een ruku'. Hij hoorde hem drie keer. Hij zei, ida raka'a, qala Subhana Rabbi al-Azim, thalatha marrat. Wa ida sajada, kadalik.
ليس حديث سأوفخ لي فردوار ابن ماجة أنا إمام أحمد أنا أبو داود أنا الشيخ الألباني رحمه الله عرفت ما أوتنتيك في كلارت إن صفة صلاة النبي صفة صلاة النبي ولكن فان الرواية عقبة بن عامر أنيت في رواية فان حذيفة ابن اليمان وسيد زخفان سبحان ربي العظيم اسف بليختين إن كير أن مستحب دري كير أن هاي زاي المكسيمال تين كير وإلى عشر وهي أعلاه مكسيمال تين كير وانت البروفيت صلى الله عليه وسلم زو ستاعتين حديث وانت البروفيت صلى الله عليه وسلم قيام الليل دي أن هاي أوبن دا تخبات مت سورة البقرة أنتون مت سورة النساء أنتون آل عمران أن دانا دي هاي الركوع أن زين الركوع وص أي في الله يعني أص زين قيام أص يعني أص زين قيام بس يعني مخ مير زخة دان دري كير كفا التسبيح وكفا الأذكار دي سأوفا خليفرت إن دي السنة دي خزاخت ورد إن الركوع وفين السجود دانا زين تسخرايفة رحمه الله رحمه حفظه الله تعالى هاي زي دارنا أص فايف ده هذا دارنا أص فايف ده قوله ربي اغفر لي وفي أص فايف ده قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إن السجود إن السجود مينيمال أوك إين كير زو أصطات إن حديث حذيفة دي فنتها بأبخنومت بعدين دي بروفيت صلى الله عليه وسلم يعني إن النخت هو ده هاي مزخة سبحان ربي العظيم دري كير وإين كير أن إذا أندر أوف ليفرين بعدين ستونت دري كير دس هتزخ فسبحان ربي الأعلى إن السجود بهورت أوك توت الواجب أنا هاي وتسن الزيادة إلى ثلاث يعني تسعة مفولة ومضت دري كير تزخ هاي والسادس قولوا ربي اغفر لي قولوا ربي اغفر لي الززدة ززدة في البليختين اللي تخبت هتزخ فان ربي اغفر لي الرب اغفر لي يعني بعدين زخت فان او الله فرخيف ماي او ما هي فرخيف ماي البليك دافور اس تسو تتفي سجود يعني جلسة بين السجدتين يزخت ربي اغفر لي مينيمال اين كير دوتز البليك تعزاي بين السجدتين مرة واحدة دوتز واجب عزاي وتسن الزيادة إلى ثلاث وتسن الزيادة إلى ثلاث الان بفايسي فور فيتك نيت ثلاث وانت ان حديث تاعت ربي اغفر لي ربي اغفر لي اني مخوك اس اكسترا دروب كي زخة ربي اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني وعافني زو استاعت سنن ابي داود ان ديز اوف ليفرينجز اوتنتيك في كلارت دور الشيخ الالباني ستزخ فربي اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني وعافيني زيفن ده إس التشهد الأول التشهد الأول ده إس التشهد ده إس التشهد بورت أوك توت الواجب توت في بليختي التشهد الأخير دي هب في أبهاندوت دي بورت توت ده بيلارة توت ده أركان انتخبات التشهد الأول ستزخفان التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوف أن أندر فارزي دي إس أوف خليفرت أن أندر فورم فن التشهد دي أوف خليفرت زين دي أوتنتيك زين دي موخ أوك خزاخت فورده دات إس خون هف دي زالف دي أورديل ستزخ فن التشهد إس أن واجب إس أن واجب بعد التشهد الأول زيتشا أوبي لينكر فوت أي رختر فوت رختر فوت يعني أوبي تينا دي دويا ستاند دي أخ ستاند يعني هاي س أمهوخ يا زيت أوبي لينكر فوت and this جلسة هيت الافتراش زو زاد النبي صلى الله عليه وسلم زو أستاتي صحيح مسلم أنا هاي لخت زهاندا
of op zijn dijen of op zijn knieën. Of op zijn dijen of op zijn knieën, zoals staat in Sahih Muslim. De achtste wajib is al-julus lit-tashahud al-awwal li-fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam dhalik wa mudawamatihi alayhi ma'a qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni usalli. Hij zegt en de achtste en de laatste, en deze is eigenlijk vanzelfsprekend, is het zitten voor tashahud. Yani de tashahud, de eerste tashahud is wajib en ook het zitten daarvoor is wajib. Want je kan niet, die tashahud kan je niet verrichten. Behalve als je zit. Behalve als je daarvoor zit. Dus het zitten daarvoor heeft ook dezelfde oordeel. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed tashahud zittend. En hij zei sallu kama ra'aytumuni usalli. En de schrijver hafidhahullahu ta'ala. Hij zei men taraka wajiban min hadihi alwajibat alqawliya walfi'liya althamaniya muta'ammidan batalat salatuhu. لأنه متلاعب فيها ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد السهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. Schrijver حفظه الله تعالى هذا ما ter afsluiting van deze wajibat. Hij zei wie een van deze wajibat, zowel de uitspraken daarvan of de handelingen daarvan, deze acht die hij heeft opgenoemd, wie een van deze laat met opzet, zijn salah is batil. Hij zei batulat salatuhu. Zijn salah is ongeldig. Want zo iemand is niet serieus. En zo iemand staat spelen in het gebed. Want zaken die verplicht zijn, die mag je niet zomaar weglaten. Hij zei waman tarakahu sahwan aw jahlan. Wie een van deze zaken die we hebben opgenoemd, een van deze verplichtingen, laat uit vergeetachtigheid of uit onwetendheid. Of uit onwetendheid. Hij zei fa'innahu yasjud lissahu. Zo iemand kan deze tekort die hij heeft verricht, of deze zaak die hij heeft weggelaten, kan hij corrigeren door middel van sujud al-sahu. Sujud al-sahu, dat is de sujud die wordt gedaan op het einde van het gebed, of voor de salam of na de salam, die gaan we nog behandelen. Hij zei dat sujud al-sahu, deze wajib, wanneer die niet met opzet wordt weggelaten, dat die het corrigeert. Fayajburuhu bi sujud al-sahu. Fayajburuhu bi sujud al-sahu. Daar is het schrijver, hafidhahullah ta'ala. Hij zei, al-qismu thalith, de derde deel van deze, van dit onderwerp, dat zijn sunan al-salah, de aanbevolen zaken in het gebed. Sunan al-salah. Dus sunan al-salah, dat zijn uitspraken of daden die niet behoren tot de fundamenten en ook niet behoren tot al-wajibat. Dus elke daad en elke uitspraak in het gebed die niet behoort tot de wajibat of niet behoort tot al-rukn of al-arkan, deze vallen onder categorie sunnah en een mustahab, aanbevolen. En het gebed vervalt niet of wordt niet ongeldig als iemand een sunnah met opzet weglaat of uit vergeetachtigheid weglaat. Het gebed blijft gewoon geldig. Alleen al-ajr is wel minder. En ondanks dat het niet verplicht is om sunnah, om deze sunnets uit te voeren, betekent niet dat wij daar makkelijk over gaan doen. Nee, wij moeten bidden zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gebeden. En natuurlijk, hij is onze voorbeeld. En wij willen natuurlijk dat onze gebeden lijken op die van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want daar zit de beloning in. En de gebeden. Iemand kan bidden en hij kan maar een tiende van het gebed aan beloning krijgen. En iemand kan een achtste krijgen. En iemand een zevende of een zesde of een vijfde of een vierde of een derde of de helft. Ja, niet, dat is allemaal afhankelijk van de ikhlas en khushu' en onder andere het volgen van de sunnah, ja, niet, in deze gebeden. En zoals ik zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zoals staat in Sahih Bukhari, hadith Malik ibn Huwairith, sallu kama ra'aytumuni usalli, bid zoals jullie mij hebben zien bidden. Dus deze sunnen moeten wij niet makkelijk overdoen, ook al zijn ze niet verplicht. Hij zegt sunnen salah nou'aan. De sunnen tijdens het gebed, hij zegt, zijn tweedelig. Kun je opsplitsen in twee soorten, twee categorieën. En nou' al-awwal, eerste categorie, sunnen al-aqwal. De uitspraken daarvan. De uitspraken die behoren tot as-sunnah
تايدن استخبات. هذا خص إيست النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة. تزاين فيل تزاين فيل سنن تايدن استخبات. هذا منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. أزاي wat behoort tot de sunan die uitspraken zijn tijdens het gebed, hazai onder andere al-istiftah. Al-istiftah, hiermee wordt bedoeld du'a al-istiftah, de openingsdu'a, de du'a die je verricht wanneer je het gebed begint na takbirat al-ihram, na de openingstakbir Allahu Akbar. Dan is het aanbevolen om deze du'a te verrichten, is sunnah, du'a al-istiftah. En onder andere wat je dan kan zeggen, er zijn een aantal ad'iya overgeleverd die allen authentiek zijn. En je mag kiezen welke je wil zeggen. En onder andere wat is overgeleverd, zoals staat in Bukhari en Muslim, hadith Abi Huraira, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de gebed opent en hij was stil. Hij was een stukje, een tijdje stil. Yani in het begin, voordat hij ging lezen, was er een stilte. En Abu Huraira radiyallahu anhu, hij zei tot de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, ara'aita sukutaka hadha, mada taqul? Hij zei, deze stilte die je verricht tijdens jouw gebed, wat zeg je? Yani, hij was niet helemaal stil, yani, hij zei wel wat, maar in zachtjes. Want de sahaba, ze herkenden wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan het reciteren was, onder andere door zijn baard, want hij had een grote baard en die bewoog tijdens het reciteren van de Koran, of onder andere bij deze dua. Hij zei, mada taqul? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem, aqul, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma naqqi khataayaya kama yunqqa thawb al-abyadu min al-danas, Allahumma ghsilni min khataayaya kama yaghsil nee, bil-ma'i wa thalji wal-barad. Deze mag gedaan worden. En deze staat in Bukhari en Muslim. En andere zoals subhanak Allahumma bihamdik. Wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. En andere die overgeleverd zijn. En Sheikh al-Albani rahimahullah heeft ze verzameld in zijn boek Sifat Salat al-Nabi. Hij heeft ze daar verzameld. En daar kun je ze terugvinden. En het beste als het gaat om zulke ad'iya. Of om zulke ad'iya die allemaal overgeleverd zijn. En die sahih zijn. Dan is het beste als het gaat om het praktijkbrengen van sunnah, om af te wisselen. Als iemand in staat is natuurlijk, als hij deze ad'iya kent, dan is het beter voor hem om af te wisselen. Eén keer die, één keer die ander. Want zo brengt hij al deze ad'iya in praktijk. En zo houdt hij de sunnah in leven. En daarnaast is dat ook beter voor zijn concentratie. Want iemand die altijd hetzelfde zegt, na een tijd kan dat misschien routine zijn, waardoor hij niet meer geconcentreerd is en niet meer weet wat hij zegt. Maar als hij ervoor kiest met opzet of met hij kiest daarvoor en hij staat erbij stil, dan is dat ook beter voor zijn khushu'. Dus om deze zaken is het beter om af te wisselen, zoals ook Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah zegt. Hij zegt, de zaken waarin overleveringen zijn die allemaal gedaan kunnen worden, zoals onder andere ad'iyat en istiftah, of de vormen van tashahud, of bijvoorbeeld salam in het gebed, yani, deze kunnen het best afgewisseld worden. Maar je mag ook eentje aanhouden als je bijvoorbeeld alleen maar één versie kent of één hadith daarvan kent. Dus ad'iya, du'a al-istiftah, is du'a al-istiftah behoort tot de sunnah die het gebed compleet maakt, die het gebed en die compleet maakt. Hij zei, istiftah wa ta'awud. Het ta'awud is het zeggen van a'udu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Dus het zoeken van toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tijdens of voor het reciteren van de Koran. Voor de duivel. Toevlucht zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala en voor de duivel en zijn influisteringen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, fa'idha qara'ta al-Koran, فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in hadith Abi Sa'id in het Tirmidhi en ook Abu Dawood, en hij is sahih, zoals staat in Irwal Ghalib,
صحيح فكرة عبد الشيخ الألباني رحمه الله. هاي زايدة البروفيت صلى الله عليه وسلم أس هاي اللي تخبات ستونت أوبن ده هاي تخبات مد فوخن فوردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أي مغزخة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. Just deze vorm van istiada mogen allemaal gezegd worden en deze vallen onder al-mustahab. Deze vallen onder al-mustahab. Hij zei al-ta'awud wal-basmala. Al-basmala is het zeggen van bismillahirrahmanirrahim. Bij aanvang voor het reciteren van surat al-fatiha zeg je bismillahirrahmanirrahim. زخي بسم الله الرحمن الرحيم. Degene die van mening zijn dat بسم الله الرحمن الرحيم يعني een aya is of onderdeel is van سورة الفاتحة, die zegt dat het verplicht is om dat te zeggen. Die zegt dat het verplicht is om dat te zeggen. Maar het zeggen van بسم الله الرحمن الرحيم, dat is een aya, is wel een aya, maar niet een aya van سورة الفاتحة, maar een aya die voor de سور wordt gereciteerd, behalve Surat Tauba. En hij is ook een ayah, het is ook een ayah in Surat Nahl, Naml, Surat Naml is ook een ayah in de Surah. Maar wat betreft de andere Surah, wordt het daarvoor gereciteerd en is het geen ayah die behoort tot de Surah zelf. Waar het om gaat is dat het aanbevolen is om Bismillahirrahmanirrahim te zeggen bij aanvang van iedere, van elke sura, behalve sura Tauba. Hij zei, wal basmala wat ta'min, wat ta'min. We hebben het nog allemaal over uitspraken die vallen onder sunnah, uitspraken. Het zijn allemaal uitspraken nog. Hij zei, wat ta'min. En het ta'min is het zeggen van amin. Het zeggen van amin. En natuurlijk de plek daarvoor is na al-fatiha. Na al-fatiha zeg je amin. En bij harde gebeden hef je daarmee je stem. En amin betekent Allahumma stajib. Betekent eigenlijk, yani, je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om jouw dua te verhoren. Dua die je zegt onder andere in Fatiha, onder andere ihdina sirat al-mustaqim. Deze dua, sirat al-ladina an'amta alayhim. Yani, je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala daarna om deze dua te verhoren. En dan zeg je amin in het gebed. En amin is zowel voor de imam als degene die achter die imam bidt, als degene die alleen bid, yani munfarid. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, idha qala al-imam wala dallin faqulu amin. Zeg dan amin. Dat is voor degene die achter de imam bidden. En in andere overlevering zegt hij, idha amman al-imam faamminu. Idha amman al-imam faamminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minu al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dus ook de imam hoort te zeggen amin. Hoort te zeggen amin. Fa'idha amman al-imam fa'amminu. En deze overleving staat in Bukhari en in Muslim. Dus het ta'min, is voor de imam en voor degene die achter de imam bidt, munferid, en voor al-ma'moom. En voor al-ma'moom. En zoals ik zei, als het in de harde gebeden, zeg je hem hardop. En in de zachte gebeden zeg je hem zachtop. En het reciteren daarna het ta'min, hij zei wal qira'a ba'da al-fatiha bima tayassara min al-Qur'an. Het reciteren van al-Qur'an, het reciteren van iets na surat al-fatiha. Surat al-fatiha, reciteren van al-fatiha is een fundament, is een rukn. Hebben we behandeld in de vorige, bij het vorige onderwerp. Maar het reciteren van al-sura daarna, of een aantal ayat daarna, behoort tot al-sunnah. Behoort tot al-sunnah. En dit tot iets wat over wat aanbevolen is. En deze extra reciteren van de Koran, deze sura of die ayat, die worden gereciteerd in Surat al-Fajr, in Salat al-Fajr, onder andere na het reciteren van Fatiha, en Salat al-Jumu'ah na het reciteren van Fatiha, Salat al-Eid na het reciteren van Fatiha, Salat al-Kusuf na het reciteren van Fatiha, en bij het Dhuhr en al-Asr en al-Maghrib en al-Isha, in de eerste twee raka'at na het reciteren van Surat al-Fatiha, in de eerste twee raka'at,
in de andere twee rakaat, in de andere twee rakaat bij al-Dhuhr en al-Asr en bij al-Maghrib is het maar één, en bij al-Isha, laatste twee, reciteer je alleen Surat al-Fatiha, zonder extra Surah. Alleen is het ook overgeleverd dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam soms wel ook zeg maar in de laatste twee rakaat reciteerde. Zoals staat in hadith dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer staat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam in de eerste twee rakaat van Salat al-Dhuhr, kana yaqra'u fi rakaatayn al-ulayayn min Salat al-Dhuhr bi fatihat al-kitab وسورتين يطول في الأول في الأولى في الأول ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. Deze wat betreft يعني het reciteren van alleen al-Fatiha in de laatste twee rakaat. Maar in andere overlevering hadith Abi Sa'id dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hij zei kana yaqra'u fi surat al-Dhuhr fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'a qadr 30 aya قدر 30 آية وفي الأخرين نصف ذلك. ليس حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يستعد إن صحيح مسلم مختصر صحيح مسلم عزايد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الظهر سومس 30 آيات 30 فرزة ريسيتيرد إن الظهر إن الأرسترة 2 ركعات إن إن الأرسترة 2 ركعات دهرف دارفان يعني دهرف دارفان زين 15 15 betekent dat hij yani, naast de Fatiha ook nog reciteerde. Want Fatiha alleen zijn geen 15 ayat. Deze hadith is een bewijs dat hij ook dus, soms in de laatste twee rakaat van het Dhuhr en ook van de Asr dat hij daar nog reciteerde. Maar wat hij het meest deed is dat hij in de laatste twee rakaat van het Dhuhr en de Asr en de Isha en de laatste rakaat van de Maghrib dat hij alleen maar Surat al-Fatiha reciteerde. En in, als het gaat om al-Asr, reciteerde hij in de eerste twee rakaat, soms zoals staat in dit hadith, 15 ayat. 15 ayat. En in de laatste twee, de helft daarvan. In de laatste twee, de helft daarvan. Wat betreft het reciteren ook van het Koran in deze, wat ook sunnah is, is het reciteren van de twee rakaat van al-Fajr en de eerste twee rakaat van de Maghrib en de eerste twee rakaat van de Isha en ook van de Jum'a. Sunna is dat deze rakaat worden gereciteerd hardop. En dit valt ook onder Sunna. Het hardop reciteren valt onder Sunna en het zacht reciteren van de rest van de gebeden valt ook onder Sunna. Yani wanneer iemand dat weg zou laten, uit vergeetachtigheid, bijvoorbeeld hij is vergeten en hij begint bij de Dhuhr en hij reciteert hard en hij herinnert zich daarna, dan reciteert hij het weer zacht en dan gaat hij gewoon verder. Maakt gewoon zijn gebed af. En bij de Maghrib precies hetzelfde. Laten we zeggen, bij de Maghrib begint hij en hij reciteert Surat al-Fatiha zachtjes. En hij, op het eind van Surat al-Fatiha, herinnert hij zich dat hij, Maghrib aan het bidden is. Dat hij eigenlijk hardop moet reciteren. Dan gaat hij, maakt hij het af, hard. Maakt het gewoon af, hard. En niks aan de hand. En hij maakt gewoon zijn gebed af. Want deze, het hard reciteren en zacht reciteren, valt onder categorie, yani, as-sunnah. Hij zei ook, ومن سنن الأقوال ومن سنن الأقوال قول ملء الأرض ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد وما زاد على المرة الواحدة في التسبيح في تسبيح ركوع وسجود والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. En hij zei daarna wat nog valt onder de sunan die vallen onder uitspraken. Hij zegt het zeggen van mil al-samawati of mil al-samai wa mil al-ardi wa mil al-ma-shi'ta min shay'in ba'd. En dit wordt gezegd na het zeggen van yani rabbana wa lak al-hamd. Kun je nog zeggen hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. En dan kun je nog zeggen kama yuhibbu rabbuna wa yarda. En zeg je Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. En je mag zeggen zoals de schrijver zegt mil as-samawati of mil as-samai wa mil al-ard wa mil amashi'ta min shay'in ba'd. Yani de adkaar die gezegd worden na het zeggen van Rabbana wa lak al-hamd.
وربنا ولك الحمد بهور توت الواجب ان ذا خدرنا ديز افكار دي اوف خليفر زين ان ديت بهور توت السنه توت السنه ان اوك هاي زي وات بهور توت السنه هاي بوكلت افرت او خزخت هدريك زخ فسبحان ربي العظيم ان دانا كيوك زخ كيوك دعاء زخ ذكر زخ دي اوفر خليفرت دي اس اوفر خليفرت فون الركوع ان اوك فون السجود ان ادعيه دي خدان كنو فورد ان السجود وان البروفيت صلى الله عليه وسلم زخت اوفر السجود هذا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقامن ان يستجاب لكم استخدم السجود استعام بفوله استريكت عام بفوله اف اكسترا عام بفوله ام فيل دعاء تفريخته وان ذات ذا بلاك فانيريا فارينيا الدخس بأ الله سبحانه وتعالى يعني بنت ان ذا ستارت فون السجود En dan is het ook de kans ook groot dat de dua wordt verhoord. Dus het verrichten van de dua tijdens het sujud behoort of valt hier ook onder. En hij zei, Rabbi Gfirli, zeg maar, dat je dat extra doet, twee keer wat ik net zei, tijdens sejdeteen, het zeggen van Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli. En wat we net ook zeiden, Rabbi Gfirli, Warhamni, en wat we net opnoemden, dat valt daar ook onder. Dat valt onder al-mustahab. أن هزاي هتزخ فان اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ديز الذكر زوز سخايف زخت فالت أندر المستحب إيس وات آم بفول إيس أن ديز الذكر دي زخي نا التشهد ونير يكابل التشهد إن لاست التشهد wanneer je tahiyya zegt en daarna salat of de profeet sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wanneer je klaar bent innaka hamidul majid zeg je Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min fitnati al-masihi dajjal of wa min sharri fitnati al-masihi al-dajjal en sommige geleerden hebben gezegd zelfs dat deze vorm van dhikr deze dua dat die wajib is zo hebben sommige gezegd onder andere Ibn Hazm en onder andere ook Sheikh Al-Albani رحمه الله ان ديز يعني uitspraak is ook sterk dat het يعني verplicht is maar de meeste geleerden en jumhur hun zeggen van dat het mustahab is dat aanbevolen is om deze dua te zeggen en de profeet sallallahu alayhi wa sallam zoals staat in hadith Aisha waarin staat zij اذا فرغ dat de profeet van اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال deze dua die we net hebben opgenoemd dus je zoekt toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala voor vier zaken voor de hellevuur en voor de kwellingen in het graf adab al-qabr en voor al-fitna fitna al-mahya wal-mamat fitna van het leven en de dood en fitna van het dajjal fitna van het dajjal yani je zoekt bescherming bij Allah subhanahu wa ta'ala voor deze vier zaken. Dan is het schrijven, hafidahullah ta'ala, hij zei, wa nou' al-thani, tweede categorie van het sunan tijdens het gebed, hij zei, sunan al-af'al. Sunan al-af'al. Yani sunan, aanbevolen zaken die vallen onder sunnah, maar die geen uitspraken zijn, maar die handelingen zijn. Die handelingen zijn. Hij zei, sunan al-af'ali, كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام والنظر إلى موضع سجوده يعني هنمت هنا أنتر سنن أب أم بفولة هاندلين أب دي فالة أندر السنة أندر أم بفولة أندر أم بفولة هاندلين تايدس تخبات هزاي Het opheffen van de handen. Het opheffen van de handen. Yani zo. Tijdens het takbir. En het opheffen van de handen in het gebed. Gebeurt. Of de overleveringen duiden erop. Alhamdulillah. De overleveringen duiden erop. Dat het opheffen van de handen in het gebed. Op vier plaatsen plaatsvindt. Vier momenten. In het gebed hef je je handen op. Eerste moment is. Bij het takbir het ihram. Wanneer je. De salah opent met Allahu Akbar. Allahu Akbar, hef je handen op. En je heft je handen op ten hoogte van je schouders of ten hoogte van je oren. Hamdulillah. Ten hoogte van je schouders
of ten hoogte van je oren met de hand palm, ja, toch? Naar richting Qibla, richting Qibla. Zo hef je je handen op. Ten hoogte van je schouders of ten hoogte van je oren, maar niet in de buurt komen van je oren of je oren aanraken. Dat is, dat behoort tot innovaties, het aanraken van je oren. Maar ten hoogte van je oren of ten hoogte van je schouders. Dus het opheffen van de handen, dit is de eerste plek. Tweede plek, je heft je handen op als je naar rokoa gaat. Wanneer je zegt Allahu Akbar voor rokoa, hef je je handen weer op. Dat is de tweede plek. Tweede moment, tweede keer. Als je terugkomt van rokoa, wanneer je zegt Sami'a Allahu liman hamida, hef je je handen weer op. Wanneer je staat, hef je je handen op en zeg je Rabbana wa lakal hamd. Dat is de derde moment dat je je handen opheft. En de vierde moment dat je je handen opheft in het gebed, is wanneer je opstaat van het tashahud al-awwal. Wanneer je opstaat van de eerste, het tashahud. Bijvoorbeeld bij het dhuhr, wanneer je twee raka'at hebt gebeden en het tashahud hebt verricht en je staat op, dan hef je je handen ook op. Wanneer je opstaat, zeg je Allahu Akbar. En je zegt Allahu Akbar en je heft je handen op. Deze vier momenten zijn de momenten waarin je handen opheft in het gebed. En deze zijn overgeleverd in hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, waarin hij zegt: kan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salah. Yani inda al-iftitah, wanneer hij het gebed opent, dan heeft hij zijn handen op. Wa idha kabbara lir-ruku', wa idha kabbara lir-ruku', als hij het takbir deed voor ruku'. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku', rafa'ahuma kadhalik. En als hij zijn hoofd ophief van ruku', hief hij zijn handen ook op. En deze hadith staat in Bukhari en in Muslim. En in deze hadith zijn de drie momenten opgenoemd. Drie momenten. Takbir al-ihram, al-ruku', al-rafa' min al-ruku'. En in een andere overlevering van Ibn Umar radiyallahu anhu, waarin hij zelf, Ibn Umar zelf, als hij opstond van de tweede rak'a na het tashahud, als hij opstond, deed hij de takbir en hief hij zijn handen op. En dat is het vierde moment. En hij zei, Ibn Umar, hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. En hij deed, Ibn Umar deed dat. En hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. En deze overlevering staat ook in Al-Bukhari. Deze staat in Al-Bukhari. En het opheffen van de handen, dat mag gebeuren met de takbir tegelijk. Allahu Akbar en tegelijkertijd de handen opheffen. En het mag gebeuren voor het takbir. Dus je heft je handen op en je zegt Allahu Akbar. En het mag gebeuren na het takbir. Dus Allahu Akbar en dan handen opheffen. Maar direct daarna of direct daarvoor of tegelijk. Yani deze zijn allemaal overgeleverd. Hina yukabbir of yukabbir thumma yarfa of yarfa thumma yukabbir. Yani zo zijn ze allemaal overgeleverd in overleveringen. Dus het opheffen van de handen valt onder het sunan. Van de onder het sunan tijdens het gebed. Hij zei sunan af'al karaf'i al-yadayn 'inda takbirat al-ihram wa 'inda al-hawi ila ar-ruku' wa 'inda ar-raf'i minhu wa wad'u al-yad al-yumna 'ala al-yusra. En het plaatsen van de rechterhand op de linkerhand, wa wad'ihima 'ala sadrihi aw tahta surratihi fi hal al-qiyam. Het zetten of het plaatsen van je rechterhand op de linkerhand in de staande houding tijdens het gebed en het leggen van deze handen of het plaatsen van deze handen op de borst. Hij zegt op de borst of onder je navel. Zo zegt de sheikh hafidahullahu ta'ala. En deze het plaatsen van rechterhand op linkerhand en het leggen op de borst is overgeleverd zoals staat in hadith Wa'il ibn Hujr. Hadith Wa'il, hij zei salaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi Deze overlevering, overgeleverd door Ibn Khuzaima en sahih verklaard door Sheikh al-Albani in Irwa al-Ghalib. En ook andere hadith, hadith Sa'd ibn Sahal, staat ook dat de rechterhand op de linkerhand moet worden gelegd. En het leggen van de rechterhand op de linkerhand onder de navel, daar is een overlevering van. Alleen deze overlevering is niet authentiek. Deze overlevering yani, is zwak. Dus de juiste of de meest correcte mening is het plaatsen van deze handen op de borst. En niet overdrijven dat die helemaal
dat iemand helemaal yani, richting zijn keel gaat. Nee, gewoon op zijn borst. Hij zegt, wat al yadeini. Of hij zei, wannadharu ila mawdi'i sujoodi. Wannadhar ila mawdi'i sujoodi. Het kijken tijdens het gebed naar de plek van het sujood. Terugkomen op het leggen van de handen op de borst. Mijn broeder vroeg mij een paar weken geleden over deze mes'ala, over het leggen van de handen op de borst na ruku'. Moet je die wel leggen of moet je na ruku', yani je handen niet op de borst leggen? Deze mes'ala, hier verschillen de geleerden van mening over. Sommige geleerden zijn van mening dat je de handen weer teruglegt op de borst, yani de rechts op links op de borst, ook na ruku'. Ook naar ruku'. Want hun zeggen van, de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed dit in de staande houding in het qiyam. En hun zeggen qiyam dat omvat zowel een qiyam voor een ruku' als qiyam na een ruku'. Beide vormen heten qiyam. En beide vormen vallen onder qiyam. En zegt deze hadith is aam, is algemeen. Dus iemand die zegt van na ruku' niet, die moet een ander bewijs geven die specifiek is. Dat is hun mening. En daarom ze baseren dat op de hadith die aam is, die we net hebben opgenoemd. Fil qiyam. En andere geleerden zeggen van, als je terugkomt van ruku', je zegt sami Allahu wa hamida, rabbana wa lakal hamd, dan plaats je je handen niet op je borst, maar leg je ze gewoon naast, gewoon recht. Omdat ze zeggen van dat er geen duidelijk bewijs voor deze mesela is. Geen duidelijk bewijs die gaas is en die duidelijk is. En deze mesela is mesela ijtihadiyya. Yani, de meningen kunnen over deze zaak verschillen. En de amr is in haqiqa wasi'. Degene die van mening is, die denkt van dat dit het meest correct is, doet dat. En degene die denkt van dat de andere mening correcter is, of dat die hadith yani, erop duidt, die doet dat. En alhamdulillah. Hij zei, wannadhar ila mawdi'i sujoodi. Het kijken naar de plek van het sujood. Het kijken naar de plek van het sujood tijdens het gebed. Wanneer je in staande houding bent, of in een ruku' bent, of in een sujood bent. Of in sujood natuurlijk niet. Maar wanneer je yani, aan het bidden bent, kijk naar de plek van jouw sujood. Kijk naar de plek van je sujood. En deze mes'ala, de dalil daarvoor is, hadith Aisha radiyallahu anha, qalat, lama dakhal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Ka'ba, ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصفة الصلاة. deze hadith عائشة رضي الله عنها زايد البروفيت صلى الله عليه وسلم toen hij de Kaaba binnenging, zijn ogen bleven gericht op de plek van het sujood totdat hij de Kaaba verlaat, de Kaaba verliet. Deze hadith staat in Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, en is authentiek verklaard door Sheikh Al-Albani in Sifat Salat Nabi. Behalve tijdens het tashahud, wanneer je zit voor het tahiyatu lillah, wanneer je je vinger opheft en beweegt, dan kijk je naar de plaats en naar de vinger. Kijk je naar de uiteinde van je vinger. Zo is dat overgeleverd als het gaat om het kijken in het gebed. Dus je kijkt naar de plek van sujud, behalve tijdens het tashahud, kijk naar je vinger. والنظر الى موضع سجوده. Hij zei, ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ومجافات بطنه عن فخذه وفخذيه عن ساقيه في السجود. ومد ظهره في الركوع معتدلا. وجعل رأسه حياله. فلا يخفضه ولا يرفعه وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. Hij zei daarna onder andere nog een aantal sunnen die te maken hebben met het ruku' en het sujood. Onder andere tijdens het sujood dat je je handen plaatst op je knieën, en je spreidt je handen. Wanneer je handen plaatst op je knieën, spreid je vingers, bedoel ik. Je spreidt je vingers en je rug. Zet je recht yani met je hoofd niet omhoog en ook niet omlaag, maar parallel aan elkaar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zo staat in hadith Abi Humeid radiyallahu anhu, hij zei: kana idha raka'a
أمكن يديه من ركبتيه أمكن يديه من ركبتيه يعني بلاتس ذا هاند اوف ذا كنيه ثم هصر ظهره ثم هصر ظهره يعني استوى ظهره هماك تزرخ يعني الرخت انه كان حديث وائل عزاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه فرج بين اصابعه هاي سبرايد زين فينجرز اس هاي ان ركوع فاس سبرايد هاي زين فينجرز اس هاي زين هاند اوف زين كني لخت سبرايد هاي زين فينجرز اند ذا حديث اتس اوثنتيك ستارت ان رواه ابو ابن خزيمه انا اوثنتيك فكار دور الشيخ الالباني رحمه الله صفة صلاة النبي وات بترفت الركوع عزاي وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع الركوع ونهاية الركوع is done متعدد فزوخ that زين يعني forehoft and زين nose and زين hand and زين knee يعني up يعني op the ground goed op de grond plaatsvinden goed op de grond vestigen. Hij moet zichzelf goed op de grond vestigen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, als hij toen hij sujud deed, zoals staat in hadith, kana ila sajad, wada'a yadayhi ghayra muftarish wala qabidahuma wa staqbala bi atrafi asabi'i rijlayhi al-qibla. Zoals staat in Bukhari en ook in andere overlevering, wadamma asabi'ahu. De profeet sallallahu alayhi wasallam als hij yani, in het sujud als hij in het sujud ging dan zijn handen yani, doet hij een beetje uit elkaar en zijn tenen richtte hij richting Qibla hij richtte ze richting Qibla zo waren zijn tenen dus deze gaan richting Qibla en zijn vingers spreidt hij niet zoals in Rukoo maar hij maakt ze, hij legt ze weer terug tegen elkaar, hij plakt ze weer aan elkaar. Zo staat in hadith, en deze is authentiek verklaard door Sheikh al-Albani, in Sifat Salat al-Nabi, wa damma asabi'ahu. En ook, wat staat in hadith al-Bara ibn Azib, hij zei, idha sajadta, qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha sajadta, fada' kaffayka, warfa' mirfaqayk. Deze hadith is sahih muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, als je sujud verricht, leg je handen, op de grond en haal je ellebogen omhoog. Yani je ellebogen niet op de grond zoals je handen, maar je ellebogen omhoog. Je ellebogen van de grond en je handen yani op de grond. Handen op de grond en ellebogen van de grond af. Deze overlevering staat in hadith in Sahih Muslim. En in hadith Abdullah ibn Malik ibn Muhayna radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla فرج بين يديه حتى يبدو بياض او بياض ابطيه ديز حديث لسات البخاري ومسلم وارين ده بروفيت صلى الله عليه وسلم زوس عبد الله ابن مالك ابن بحينه زخت عايز ده بروفيت صلى الله عليه وسلم اس هاي السجود فريخته دات هاي زن البوغه يعني زو سبرايده دات ايمان فان اون ذا اختركانت يعني زن اوكسلز كون زين of de witte, het wit onder zijn oksels van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn witte lichaam was te zien, omdat hij de ellebogen spreidt, yani hij spreidt zijn elleboog en dit is natuurlijk, dit kan gedaan worden als bijvoorbeeld niemand naast hem bidt als iemand naast hem bidt dan kan hij niet yani, zijn elleboog spreiden want zo val je buurman lastig en dat is niet de bedoeling dus wanneer je alleen bidt kun je spreiden zo spreiden, dat een beetje dat de elbow, dat de oksels te zien kunnen zijn als die yani, als die ontbloot zouden zijn, als die bloot zouden zijn. En ook in deze zaak niet overdrijven, zoals sommigen proberen te overdrijven daarin, maar zoals staat in de hadith. Hij zei daarna dit heeft hij opgenoemd wat betreft yani, sunan al-af'al. Hij zei, wa ghayri dhalik min sunan al-aqwali wal-af'al mimma huwa mufassal fi kutub al-fiqh. Wa hadhihi sunan la yalzam al-ityan biha fi salah bal man fa'alaha aw shay'an minha falahu ziyadatu ajr wa man tarakaha aw ba'daha fala haraja alayhi sha'nuhu
شأن سائر السنن وفي شأن سائر السنن. هذا ايفون دي زين انطال يعني السنن عن بف عن بفولة عايز فراك وفي ده ده تايدن ست خبات. هذا زين اوك اندرا السنن دي خدان كنا فور ده تايدن ست خبات دي ستان زغت هاي in the book of الفقه دي اوك فور ده اوبخنومت. Onder andere wat we kunnen opnoemen nog is bijvoorbeeld het zitten tijdens yani, de zitting al-jalsa bijna sejdatein of tijdens tashahud al-awwal wat we net zeiden het zitten op je linkervoet en het de rechtervoet staand houden yani, deze jalsa heet al-iftirash zo zat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in tashahud al-awwal of tussen de tashahud النبي صلى الله عليه وسلم زو صات الحديث أبي حميد هزاي فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. ديز أوف ليفرينغ صات البخاري فاني صات النبي صلى الله عليه وسلم إن التشهد الأول ذا إيرست تشهد زات هاي أوف ذا لينكر فوت أن ذا ريختر فوت ستونت ريخت أوب يعني op zijn tenen. En in de laatste tashahud zette hij de rechtervoet recht op en de linkervoet haalde hij naar beneden en hij zat en op zijn achterwerk. Die zitting wat al-tawarruk heet. Al-tawarruk heet wat sommige, waar sommige broeders moeite mee hebben. Die zitting die voor sommige broeders een beetje moeilijk is, dat heet al-tawarruk. En die zitting is sunnah in de laatste tashahud. Wanneer een gebed twee tashahuds heeft, zoals bijvoorbeeld het Maghrib, het Isha, het Dhuhr en het Asr. Bij het Fajr doe je liftirash, dus het zitten op je linkervoet en rechtervoet rechtop. Dat is ook, valt onder het Sunan. En ook wat onder het Sunan valt tijdens het gebed, wat de schrijver niet heeft opgenoemd. Hij zei onder andere, wat daar ook onder valt, is Jalsat al-Istiraha. Jalsat al-Istiraha, dat is de zitting, die rust die iemand kan nemen wanneer hij terugkomt van de eerste rak'a. Wanneer hij in de eerste rak'a de sujud verricht en hij wil terugkomen naar boven, naar de tweede rak'a, dan is het aanbevolen om eerst te zitten. Korte pauze te nemen, te zitten. Deze zitting heet Jalsat al-Istiraha. Jalsat al-Istiraha, en dan pas staat hij op. Zet hij zijn handen of zijn vuisten op de grond en staat hij op. En deze zitting is overgeleverd, zoals staat in Bukhari, hadith Malik ibn Huwairith, radiyallahu anhu. Hij zei: Ra'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yusalli fa'idha kana fi witrin min salatihi, lam yanhad, hatta yastawiya qa'ida. Lam yanhad, hatta yastawiya qa'ida. Als hij in het gebed was, in de oneven raka'at, dus na de eerste of na de derde raka'at, dan stond hij niet op totdat hij terugkwam in zittende houding. In zittende houding zat hij eerst en dan pas stond hij op. Dan pas stond hij op. En deze zitting, deze jalsa, is sunnah. En deze overlevering duidt erop. En ook wat aanbevolen is om te doen tijdens het gebed, is bijvoorbeeld nog het dua voor het salam. Het dua voor السلام. Dus na het tashahud, na de salaf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is het aanbevolen om nog dua te verrichten. Dua die je wil, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, فليتخير من المسألة ما شاء. Mag kiezen wat je wil, en dat kun je doen voor het tashahud, voor het salam. En er zijn ook overleveringen overgeleverd die gedaan kunnen worden. Onder andere dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفاللهم إني ظلمت نفسي ظلما فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Deze dua die hij leerde aan Abu Bakr radiyallahu anhu, zodat hij die kon zeggen in het gebed. Of andere ad'iyah die overgeleverd zijn, die kunnen gedaan worden voor het taslim. En dat behoort tot het sunnah. Vooral natuurlijk als die imam nog niet klaar is en je bent achter die imam, dan moet je zeker die kans grijpen in plaats van dat je stil bent. Doe je de ad'iyah of doe je het dua. En ook
wat valt onder de sunan, onder andere, is wanneer je naar het sujud gaat, als je terug bent gekomen van rokoor, en je staat in staande houding, en je gaat naar het sujud, dat je naar beneden gaat, en dat je eerst je handen legt voor je knieën. Eerst je handen leggen voor je knieën. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, hij zei, قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. Deze overlevering staat in Abi Dawood en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dus de profeet zegt in deze hadith, als iemand van jullie naar het sujud gaat, laat hem dan niet naar beneden gaan zoals een kameel dat doet, maar laat hem eerst zijn handen leggen, dan pas zijn knieën. Dus eerst die handen, dan pas de knieën. En imam al-Bukhari rahimahullah in zijn sahih heeft een athar opgenoemd van Nafi' Mawla ibn Umar, waarin Nafi' zegt, hij zei kana ibn Umar radiyallahu anhuma yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ibn Umar radiyallahu anhu, de zoon van Umar, hij legde eerst zijn handen voor zijn knieën neer als hij naar het sujud ging. En zoals jullie weten, Ibn Umar radiyallahu anhu, die volgde de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam strikt, en hij volgde hem yani, in alles en zo strikt mogelijk. En ook in andere versie zegt Ibn Umar radiyallahu anhu, hij zei dat hij dat deed, en hij zei daarna dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Nadat hij dat deed, zei hij, kan Nabi sallallahu alayhi wa sallam yef'alu dhalik. Dus Ibn Umar zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Dat hij eerst zijn handen legde voor zijn knieën. En deze ziyada die ik net opnoemde, is overgeleverd door Ibn Khuzaima. En is authentiek verklaard door Sheikh Al-Albani rahimallahu al-jami'. En imam al-Auza'i rahimahullah, hij zei, adraktu al-nas, كانوا أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم إمام الأوزاعي عزاي ik heb de mensen gezien, of die mensen die hij heeft meegemaakt, die voor hem waren yani, die hij heeft meegemaakt, عزاي ik heb ze meegemaakt of ik ben ze tegengekomen, en zij legden hun handen voor hun knieën neer. En deze athar is ook opgenomen door Sheikh Al-Albani rahimahullah in Sifat Salat Nabi. En deze mening is ook een madhab van imam Malik rahimahullah, en ook riwaya van imam Ahmed rahimallahu al-jami'. En hiermee eindigen wij de arkaan en wajibat en sunan die in het gebed plaatsvinden. En zoals ik eerder heb gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, صلوا كما رأيتموني أصلي En de geleerders, als ze het hebben over deze zaken in de boeken van fiqh, sifat salah, of ze noemen deze zaken op in het gebed, wajibat salah of arkan salah of sifat soom of sifat al-hajj of andere zaken, dan hebben ze dat doen ze omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani onze voorbeeld is. En daarnaast, zoals we weten, al-ibada is pas ibada als het voldoet aan twee voorwaarden. Eerste voorwaarde, dat gedaan wordt omwille van Allah subhanahu wa ta'ala met ikhlas. En tweede voorwaarde, dat die ibada overeenkomstig moet zijn met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Daarom hebben de geleerders deze boeken geschreven, waarin ze deze zaken voor ons yani uitstippelen en voor ons yani voorschotelen op deze manier. Yani zo makkelijk en simpel en zo geordend, waarin ze al deze zaken hebben opgenoemd, die vallen onder wajibat of arkan of sunan of mustahabbat of andere zaken die de salah misschien verbreken of die afgeraden zijn, die staan in deze boeken, zodat we Allah subhanahu wa ta'ala yani aanbidden volgens de methode en de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam.